150 jaar geleden werd Carl Friedrich Heyn geboren. Een bijzondere man die veel heeft betekend voor onze provincie. Ook nu nog, want uit zijn nalatenschap worden allerlei culturele en maatschappelijke projecten gefinancierd. En mensen in nood krijgen hulp. Maar waar komt dat vandaan? Wie was deze man? De Utrechtse theatermaker en muzikant Tjerk Ridder volgt de sporen van hem in de documentaire Carl Friedrich Heyn, Utrechter van betekenis. De oorlog woedt intussen nog hevig. In bezet Nederland zijn het moeilijke tijden met veel spanningen. Zelfs zoiets alledaags als een te-aarde-bestelling wordt dan problematisch. Alleen met grote moeite kan de lijkbezorger aan een kist komen. Vrienden moeten risico's nemen om aanwezig te zijn. Op de dag van de begrafenis rijden John Wijls van Beuningen en Nicolaas Jansen op rammelende fietsen uit Zeist en Utrecht naar Bilthoven om hun vriend de laatste eer te bewijzen. Carl Friedrich Heyn. Hele sobere, bescheiden steen, alleen zijn naam en de overlijdingsdatum, 27 maart 1945. Zijn geboortedatum staat niet eens vermeld. En misschien dat die bescheidenheid wel de reden is dat de meeste mensen hem niet kennen. Maar dat is onterecht, want hij heeft een hele mooie en bijzonder spoor nagelaten in de stad en provincie. Het KF Heynfonds ondersteunt grote, kleine festivals en musea. En onder andere vanaf het begin het Nederlands Filmfestival. Monumentale gebouwen worden opgeknapt. In de jaren 50 zijn een aantal binnenstadskerken gerestaureerd. Waaronder de Geertekerk. In de jaren 50 was het een ruïne en is nu gered van de sloop. Maar ze zijn ook sociaal en maatschappelijk actief. Kijk, zoals hier worden de dak- en thuislozen opgevangen. Dit is bijvoorbeeld een campagne uit 1970 om het grote publiek bekend te maken met natuurbehoud. En zo kan ik nog wel uren doorgaan. We zijn hier bij kasteel Amerongen. En uit zijn nalatenschap is in 1977 bijvoorbeeld de hele inboedel van kasteel Amerongen gered van de verkoop. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom op kasteel Amerongen. Dankjewel, Lodewijk. Zo, bijzondere plek, hoog plafond. Ja. Ik zei net, toen ik hier buiten aangelopen kwam, dat het eigenlijk allemaal mogelijk is doordat het KF Heynfonds dit ondersteunt. Ja. Maar is dat daadwerkelijk ook zo? Is ook zo. Ja, in 1977 is het overgedragen naar een stichting en daar hebben ze een bijdrage geleverd. Het was namelijk voor de kleinkinderen te kostbaar van de laatste graaf om het te kunnen onderhouden. En toen hebben ze een actiecomité opgericht om dit te bewaren voor Nederland. En gelukkig is het allemaal gelukt. Zo. Dus één complete inrichting met alles erop en eraan. Een hoop historie aan de muur. Ja, dat is allemaal aanwezig nog. We gaan deze ruimte in, de Gobelinkamer. Zo, wat een grote tapijten. Ja, het zijn hele mooie grote wandtapijten uit de 18e eeuw. De vier seizoenen. Dus je hebt hier de lente en heb je tussen de ramen heb je daar de herfst, sorry, de winter, herfst en een hele lange zomer. Nou, nu speelt het fonds nog steeds een rol en dat is puur de conservering, het behoud van. Dus hebben ze bijgedragen om alles bij elkaar te krijgen. Ja. En nu hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd om het te kunnen behouden, te onderhouden. Nou, dan gaan we hier naar de engelen toe. Naar de engelen? Ja. Ik heb nog nooit echte engelen gezien. Nou, dan moet je ze gauw bekijken hier. Daar zo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zomaar vijf engelen vanmiddag. Ja. Zonder vleugeltjes. Zonder vleugeltjes. En waar zijn jullie vanmiddag mee bezig? We zijn gordijnen aan het conserveren die hier in de grote hal van dit huis horen. Ja. En zoals je ziet, hier zijn bepaalde plaatsen waar het heel erg kapot is. Dat is lichtschade. En wij weven daar een draadje doorheen, zodat het weer één geheel wordt. Dus dat is een eindeloos werk. Je kunt je voorstellen dat we heel deze... veel draadjes. Ja, dat zijn echt duizenden uren gaan in deze gordijnen. Dus het is een soort monnikenklus waar jullie mee bezig zijn. Engelenwerk. Engelengeduld, ja, precies. Klopt.
Ja. Ja. Als we dit niet zouden doen, dan zouden ze over, nou, denk een jaar of 10 helemaal uit elkaar vallen. Carl is geboren op 1 april 1867, precies om 7 uur 's morgens. Dit jaar dus 150 jaar geleden. Hij is geboren in de Duitse mijnbouwstad Herne. Hij houdt van sporten. Hij traint dagelijks, hij rijdt paard, hij tennist en hij kan heel goed leren. Hij is een van de beste van zijn klas. Carl wil koopman worden en gaat in de leer in een van de mijnen van Herne. Hij is dan 17 jaar. Als hij eind 20 is, verloopt zijn carrière voorspoedig. Hij vertrekt van Duitsland naar Arnhem, waar hij in de steenkolenhandel gaat werken. 3 jaar later gaat hij van Arnhem naar Utrecht, waar hij komt te werken in dit gebouw. SHV, Steenkolenhandelsvereniging. En eerlijk gezegd, helemaal nog nooit opgevallen met deze prachtige sculpturen aan de muur. En ik heb hier vanmorgen een afspraak met meneer Van Beuningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi u hier te treffen. Uw opa en meneer Heijn, die waren hier werkzaam voor de Steenkolenhandelsvereniging, werkten samen in dit gebouw. Op deze manier heeft meneer Heijn ook zijn vermogen opgebouwd. Maar voordat we het daarover gaan hebben, het waren vrienden, hè? Wat voor mannen waren dat? Ja, u moet zich daarbij niet de vriendschap zozeer voorstellen zoals wij dat vandaag de dag kennen. Zij leefden allebei nog in de Victoriaanse tijd, waarbij het motto was: nooit je gevoelens tonen. Het waren heertjes, afspraken waren toen ontzettend belangrijk, daar hield je altijd aan je woord. Maar emoties tonen, dat deed je eigenlijk niet. Maar meneer Heijn is overleden in het einde van de Tweede Wereldoorlog en uw opa was een van de weinigen op zijn begrafenis, toch? Ja, inderdaad. Hij had dus 2 goede vrienden, meneer Jansen en mijn grootvader. En die waren allebei bij de begrafenis met nog 1 andere dame, een nicht van mijn grootvader en de huishoudster. Volgens de overlevering waren er dus 4 mensen bij de begrafenis. Mijn grootvader ging op een fiets met houten banden naar de begraafplaats toe in Bilthoven. Ja, hij woonde in Zeist, dus dat was nog wel te doen. Vertelde uw opa wel eens over die tijd? Of wat voor verhalen heeft u zelf daarover gehoord? Of hoe ging dat? Niet zozeer direct over die vriendschap, maar wel over het feit dat meneer Heijn, dat hij, dus mijn grootvader en meneer Jansen, tegen meneer Heijn gezegd hebben: denk erom, als hij was genaturaliseerd Nederlander, ja, meneer Heijn. Maar als jij komt te overlijden terwijl er oorlogssituatie is, een vijandigheid tussen Nederland en Duitsland, je hebt alleen maar Duitse erfgenamen. Dus je moet er dan rekening mee houden dat jouw vermogen misschien als vijandig vermogen wordt aangemerkt. Dus je doet er verstandig aan je erfenis in eerste instantie naar een stichting te laten gaan. Ah, dus eigenlijk hun vriendschap heeft de grondslag van de stichting bewerkstelligd. Ja, zeker. Een prachtige tuin, prachtig weer. Schitterend. Zou K.F. Heijn ook hier gewandeld kunnen hebben? Nou, dat zou zomaar kunnen in de lunchpauze eventjes frisse lucht te halen. Ik las in het boek dat hij een van de 413 Duitsers was die in Utrecht woonde en werkte. Was dat zo gebruikelijk in die tijd, dat mensen uit Duitsland hier naar Nederland kwamen? Nou, dat weet ik natuurlijk niet precies, maar je kunt wel veel voorbeelden bedenken en noemen. Zoals de familie Dreesman en de familie Brenninkmeijer. Er waren natuurlijk heel veel Duitsers die in Duitsland niet echt welvarend konden worden en ondernemend waren en naar het buitenland trokken. En hier dan ook succes hadden. Dus ik kan me best voorstellen dat meneer Heijn ook op dezelfde manier bij meneer Balthasar terechtgekomen is. Die dus een Duitser was en een hele grote, belangrijke steenkolenhandel voerde in Arnhem. En die steenkolenhandel is dus 1 van de 7 of 8 handelaren die samen SHV hebben gevormd in 1896. SHV was eigenlijk alleen maar een samenwerkingsverband. En de heer Heijn was de eerste medewerker die alleen voor SHV werkte. Want alle andere handelaren bleven gewoon handelaren zoals ze waren. Alleen ze hebben gezegd: we gaan verder poelen en we gaan ons houden aan gezamenlijk gemaakte afspraken. En hij kwam hier te werken, maar hij verdiende gelijk een best wel stevig goed jaarsalaris. Stevig jaarsalaris, ja. De salarissen waren toen in het algemeen
hoog. Er wordt nu wel eens over geklaagd, maar ze waren toen ook hoog. Je kreeg een goed salaris, maar er was bovendien een volumebonus. Dus als er meer kolen werden omgezet, kreeg je meer salaris. Dus hij heeft inderdaad veel verdiend. En iedereen die toen leidinggevend was bij SAV of bij kolenhandelaren, verdiende goed. Want kolen was de belangrijkste energiedrager uit die tijd. Eigenlijk de enige energiedrager uit die tijd. Maar hij kwam dus als eerste werknemer hier in Utrecht te werken. En maar vrij snel is hij opgeklommen tot zelfs directeur. Ja, absoluut. Dat is heel bijzonder en bewonderenswaardig. Want daar was iedereen wel op gebrand, hoor, op die functies. Ja. En toen uw opa, die vrienden waren, die... Die is hem opgevolgd. In 1921 heeft meneer Heijn gevraagd of hij ontslag kon krijgen. En toen is mijn grootvader zijn opvolger geworden. Als K.F. Heijn nu terug zou kijken in deze tijd, wat zou hij dan denken en meemaken, denkt u? Over zijn stichting, bedoelt u? Ja. Ik denk dat hij dat zich nooit heeft kunnen voorstellen dat zoiets het gevolg zou zijn ervan. Hij was een hele voorzichtige man met weinig grootse fantasieën. En bleef graag bij de feiten. Dus ik denk niet dat hij de fantasie had om zich voor te stellen dat er met zijn stichting zoveel heeft kunnen gebeuren. En ik hoop dat hij daar, wij zeggen tegen elkaar, dat wij denken dat hij er heel blij mee zou zijn geweest. Trots. Trots, ja. Begin 1900 werd het forense dorp De Beeldstation gebouwd, het latere Beeldhoven. Een plek voor kapitaalkrachtigen met veel groen en frisse lucht. Carl Friedrich Heijn was een van de eerste die hier kwam wonen en hij liet een mooie villa bouwen aan de Prins Hendriklaan. De plek waar het huis heeft gestaan is hier, maar de villa staat er niet meer. Maar ik heb nog wel een mooie foto hoe de straat er in die tijd uitzag. En dit is zo'n villa met stijl en allure waarin K.F. Heijn gewoond zou kunnen hebben. En ik heb hier afgesproken met Ronald. Ronald, in zo'n soort villa, prachtig, heel veel gratie en stijl, zo'n soort villa heeft K.F. Heijn gewoond. Woonde die alleen of met wie woonde die daar? We hebben nog een foto's van zijn villa in de zomertijd, in de wintertijd. En daar woonde hij alleen met zijn huishoudster. Met daarachter nog een tuinmanswoning en daar woonde de tuinman. Wat voor man was dat eigenlijk, K.F. Heijn? Nou, een verstokte vrijgezel werd hij wel genoemd. Alles was keurig ingedeeld, zijn hele leven eigenlijk. Zeker toen hij eenmaal ging rentenieren in de jaren 20. Keurig om 6 uur opstaan, sober ontbijt, sobere lunch. 'S Avonds nog wat brood en een fles bier erbij. En dan 10 uur naar bed. En dat was zijn ritme. En een redelijk gestructureerde, degelijke man dus. Ja, dat heeft hem waarschijnlijk ook zijn carrière opgeleverd, omdat hij... Loyaal, hardwerkend, een beetje klassieke eigenschappen die al eeuwen aan Duitsers werden toegekend. Heel goed gestructureerd. Hij bemoeide zich met weinig mensen dus hier in de omgeving, maar des te meer met zijn familie. Zijn nichtje Hildegard heeft 2 jaar hier gewoond, bestierde het huishouden en reed paard met hem, kreeg speerwerp en discusles van hem. En dat paardrijden, dat was toch wel een probleempje, want eigenlijk moest ze wel les hebben. Maar die paardrijleraar, die zag er net iets te goed uit en dat vertrouwde niet helemaal met zijn jonge nichtje. Oh, maar was hij dan bang dat ze verliefd zouden worden? Ik denk het wel, ja. Dat was nog een charmeur kennelijk, die paardrijleraar. En zo'n nichtje van de jaar of 1920, dat moest toch even goed opgepast worden. Je had ook kunnen denken, wellicht een mooie affaire. Ja, nee, die affaire die kwam wel later. Toen ging hij met zijnzelfde nichtje Hilde gingen ze skiën in Lenk. En daar kwam ze een man tegen, een Zwitser. En daar is ze wel mee getrouwd. Oh, ja. Die kon kennelijk wel de goedkeuring. Door de beugel. Ja, oom was tevreden. En dat is het aardige van oom. Man is allemaal heel gereserveerd, komt hij over. En bij dat huwelijk van zijn nichtje heeft hij tranen met tuiten gehaald van ontroering. En dat past helemaal niet in zijn eigen beeld, dat hij ze zo kon laten gaan. Dus hij heeft later ook gezegd, ik ga nooit meer naar een huwelijk. Dat heeft hij ook nooit meer gedaan. Niet bij zijn andere nichtje, niet bij zijn neven. Hij is gewoon thuis gebleven. Dus hij vond het moeilijk om zijn emoties te laten zien? Ja, dat En toen hij dat uiteindelijk had laten zien, toen dacht hij, dat wil ik nooit meer. Nee. En het is ook heel passend dat hij nooit meer gegaan is. Hij zei dat hij niet meer zou gaan.
En dat was zijn levensmotto ook. Wo ich A sage, sage ich auch B bis Z. Dus consequent zijn, principes, strak. Hier zien we nog een mooi origineel restant uit zijn tijd. Pilaren met een hek. Zal misschien een beetje gepimpt zijn in de jaren 50. Hier ging het sportterrein van hem op. Inmiddels helemaal overwoekerd. En dit was zijn sportterrein? Hierachter was zijn sportterrein. 3,5 hectare bijna. Tennisbaan met een mooi tennishuisje erbij waar hij gasten ontving. Ja, na zijn overlijden is het geërfd door de stichting. En dat was dus dit hele gebied met die villa's daar erbij. En dat is later verkocht in de jaren 70. En wat is het nu? Gemeentegrond. Is aan de gemeente de beeld geschonken. En wat staat er nu op? Niks. Bomen en struiken en een paar kinderhutten. Drie hectare, dat is best een hele afmeting. Dat klopt. Meer dan 6 voetbalvelden, dus kan je een aardig feestje opbouwen. Alleen hij was niet zo'n feestvierder. Dat deed hij niet. Nee. Nee, inderdaad. Wat deed hij hier dan wel? Golfslagen, oefenen, speer gooien, discus werpen en misschien dat zijn paardje ook nog eens rondliep. Wanneer is hij eigenlijk begonnen met zijn geld te delen en die stichting op te zetten? Nou, het geld delen, geven aan de armen deed hij al, zeg maar. Maar in 1938 heeft hij de stichting opgericht. We hebben hier de originele oprichtingsakte. 11 april 1938. Keurig oprichtingsakte. En de eerste bestuursleden worden ook al genoemd. Jack van Beuningen, officieel John Wells van Beuningen. Nicolaas Jansen en ja, Carl Friedrich was de eerste voorzitter. Hij was zijn eigen voorzitter van zijn eigen stichting? Ja. En wat was het eerste bedrag wat eigendom was van de KF Heijn Stichting? Ongeveer 1 miljoen gulden. Het was een erfenis van 2 miljoen, maar de helft ging naar de belasting. Pensioentjes voor zijn dienstpersoneel. En er bleef ongeveer 1 miljoen gulden over. En ja, dat zou nu misschien 40, 50 miljoen euro waard zijn. Zo. Dus meneer had goed voor elkaar. En als hij nu terug zou kijken naar wat er met zijn geld gedaan is? Nou ja, hij zou in ieder geval tevreden zijn dat de familie altijd gesteund is. Dat gebeurt dus nog steeds. Er gaat nog steeds geld naar Duitsland. En tegelijkertijd was er heel veel uitgegeven aan goede doelen. Dak- en thuislozenopvang en andere goede doelen. KF Heijn had dus zijn vermogen nagelaten in een stichting. En een gedeelte daarvan was nodig om de familie te onderhouden. Maar een ander deel wilde hij dat besteed zou worden aan goede doelen. En hij beschreef daarover in de stichtingbrief het volgende. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen voor opvoeding, studiedoeleinden en levensonderhoud. Het verlenen van subsidies voor het inrichten, voor het instand houden van beroepen. En hier zijn we bij de Color Kitchen op Kanaleneiland. En dat is een mooi voorbeeld van deze doelstelling. Want het lijkt een gewone lunchroom, maar het is voor jongeren een opleidingstraject. Hey Kevin, wat ga je maken? Ik ga lekker broodje kaas maken met dun gesneden komkommer. Een beetje sla erop, een beetje dun gesneden prei. Ja. En het is een oude kaassalade, dus het is heel lekker, vooral in deze temperatuur buiten nu. En wat maakt deze opleiding, wat maakt het verschil met andere opleidingen? Ik heb zelf bijvoorbeeld ADD en PDNOS. Nou ja, niet heel erg, maar dat merk je soms wel. En dan is het wel fijn om in een rustige omgeving te kunnen werken. En onder collega's die je begrijpen en willen helpen met eigenlijk wel met alles. Ja. Dus ja, dat helpt dan wel goed mee in de keuken zoals hier zo, ja. Hi. Oh. Tjerk. Hi, Michael. Hi. Wat maakt die opleiding voor zo bijzonder voor jou? Het bijzondere is dat je gewoon geaccepteerd wordt van hoe je bent. Ja. En ook hoe je verleden is. En ze blijven je helpen. En ROC zegt op een gegeven moment van ja,
Je hebt het verboden, ja, we gaan je niet meer helpen, het is klaar. Ja. En hier helpen ze je nog wel, en hier geven ze je die kans. Dus een veel persoonlijkere insteek? Ja. Oh, ja. En wat maakt jouw passie voor koken en eten? Ik zit al vanaf mijn 16e, ik ben nu 26, maar al vanaf mijn 16e al in de horeca. Ik heb altijd bijbaantjes gedaan. Ik heb vroeger altijd had ik een eigen overtje waar ik ging mee koken, ging bakken. Als jongetje? Toen, als jongetje, ja. Dus dat begon wel. Vier. En ging je al zelf koken? Ja, bakken. Ja, het was een speciaal voor kinderen. En daar kon ik dus koekjes in maken, gebakjes in maken. Wat gaaf. Daar begon ik mee. Gaaf van die koekjes toen je 4 jaar was. Ja, zeker. Ja. Ik ga een koekje proeven. Doe dat. Thanks. Oké, okay, tot hoi. Ziens. Hoi. Hoi. Fascinerend het leven van Kaaf Heijn. En hoe één mens, één leven, zoveel betekenis kan krijgen in de levens van vele andere mensen. En als ik zo door de stad en de provincie ben gereisd en steeds meer plekken heb gezien en ontdekt, ervaren waar Kaaf Heijn allemaal van betekenis is. Zoals bijvoorbeeld Zonneborg is ook zo'n monument. Een hele gereserveerde man, moeite zijn emoties te tonen. Maar ik denk toch dat als Kaaf Heijn nu terug zou kijken op zijn leven en op zijn nalatenschap, dat hij toch een trotse glimlach zou hebben en heel tevreden zou zijn. Een mooi portret van een Duitser die een Utrechter van betekenis werd. Morgen het tweede deel van deze documentaire, K.F. Heijn en zijn goede doelen. Wat is er allemaal met zijn nalatenschap gedaan?